De Vierdaagse gaat ieder jaar gepaard met allerlei leuke gadgets rondom dit wandelevenement. Het radioprogramma Saturday Mike Fever heeft de drie leukste Vierdaagse gadgets van dit jaar op een rijtje gezet. Welke hebben dingetjes mag je dit jaar echt niet missen? De eerste gadgets zie je nu. Morgen en overmorgen de andere twee. De Vierdaagse. De eerste Vierdaagse gadget in een rijtje van drie. Dat heb jij meegenomen, Marloes. Ja, dat klopt. Vertel. Oh, pardon. Vertel Marloes, wat is het? Het is natuurlijk het Nijmeegs lopertje. Ja. Het dropje van Nijmegen in het Vierdaagse blikje. En met nog wat andere merchandise artikelen. Daar zeg je gelijk het belangrijkst. Het Nijmeegs lopertje, een dropje. Juist, een dropje van Nijmegen. Een dropje. En wat voor dropje is het? Het is een zoet dropje met een licht zoute nasmaak. Het is een beetje zacht. En lopen zit natuurlijk in het bloed van de Nijmegenaar. Dus vandaar de lopertjes. Ja, en het ziet er ook echt uit als een lopertje. En, ja. Want je hebt ze meegenomen. Ik heb ze meegenomen. Kun jij eens omschrijven hoe dat dropje eruit ziet? Ja, het is een poppetje met een wandelende beweging. Men zegt vaak, het is meer een jongetje dan een meisje. Dat klopt. Dat is zo uiteindelijk tot stand gekomen. Want ik had een beetje haast met mijn logo en mijn mal die gemaakt moest worden om te kunnen starten met de Vierdaagse. En ik ben er helemaal tevreden mee. Want het lopen is wat in het bloed zit van de Nijmegenaar. En je hebt zo de hardlopen en de wandelaar in één. Ja. En hoe groot is het dropje? Het is zo'n 2,5 centimeter groot, denk ik. Nou, bij 2,5 en een halve centimeter dik, denk ik. Ja, het is een zwart dropje. Zwart dropje. En wat ik zo leuk vind aan deze dropjes is dat er namelijk ook een doosje bij zit van de Vierdaagse. Ja. In de kleurtjes van de Vierdaagse met allerlei leuke plaatjes. Jij kan een gladiool zie ik en ik zie schoenen. Wat staat er nog meer op, Marloes? De Waalbrug natuurlijk, de wandelschoen, de vier van de Vierdaagse. En in het hart natuurlijk Nijmegen, want daar start het iedere keer. En daar zijn we trots op. En dan staat het ook nog met buitenlandse woorden. Licorice, lakriets en riglaise. Ja, superleuk. Ja, ik vind het een gadget die je moet hebben. Ja, wil je een beetje erbij horen, moet je op z'n minst... Het enige wat ik me afvraag, als je wandelt en je krijgt veel suiker binnen, dan krijg je slappe benen, toch? Dus is het allemaal goed om dropjes te eten? Het is juist heel goed voor de energiebalans om weer de spieren te herstellen snel. Aha. Dus je hebt soms juist dat je flauw wordt en dan zit het zout in het drop. Dat helpt ervoor dat je dus weer snel bij bent. En overal waar te voor staat is natuurlijk niet goed. Maar dat is met alles. Ja. En ik zie aan jou, Daphne, dat je hem eigenlijk ook heel graag wil proberen. Ja, ik heb het al wel eens een keer geproefd, maar ik ben benieuwd of ze anders zijn. Ik zal hem gooien. Ja, ik vang hem. Hey. Wil je er ook één proberen of niet? Nou, ik wil er ook één proberen, natuurlijk. Ja? Nou, ik zal hem niet naar jou gooien, maar ik stop hem al wel in mijn mond. Ja. Ja, hij is echt lekker. Weet je waarom? Zachte zoet staat erop. Ja, maar omdat het een beetje zout... Er zit ook een beetje een zoute smaak aan. Dat maakt hij echt heel lekker. Klopt. Ja. En je hebt gewoon die zoutbeleving nodig. Tenminste, die behoefte heb je als veel zweet en veel... vochtverlies, dus het is goed voor je vochtbalans. Ja. Hoeveel heb jij er in je mond gepropt? Eentje maar. Oh. Maar ik denk dat het niet bij eentje blijft. Dat denk ik wel. Marloes, dank je wel. Alsjeblieft. Voor dit heerlijke dropje. Ja. En doe je zelf nog iets aan de Vierdaagse dit jaar? Ik heb nog een actie, dus de luisteraars kunnen daar ook gebruik van maken met de actiecode helaas geen Vierdaagse, ik moet het goed zeggen. Krijg je 15% korting op de webshop de komende week. Dus, allerlei die leuke, alle Vierdaagse gadgets die jij hebt. Met allemaal drop. Nou, ik zou willen gaan naar de website. Ja, leuk. Dankjewel voor het komen en maak er een mooie Vierdaagse van. Jullie ook. Fijn weekend, Marloes. Hetzelfde.